Als je het voor het eerst ziet, sta je toch even gek te kijken. De Haagse binnenstad is bijna niet meer te herkennen. Drie grote panden hebben plaatsgemaakt voor nieuwbouw. Nou, ik ben zeer benieuwd wat er gaat komen. Ik ben zelf architect en ik kwam hier toevallig langsrijden en was verbaasd als hier een gat was. Nou, op zich wel een opknapbeurt, wat heel nodig was. Vooral dat lelijke gebouw wat hier naast me stond, was echt afschuwelijk om te zien. Het was een soort bunkerbouw uit Oost-Duitsland, zou ik maar zeggen. Zo zag het er eerst uit en dit wordt de nieuwbouw. Even verderop wordt een nieuwe Haagse Passage gebouwd. Nu ook nog een grote bouwput. En aan het spui, op de hoek met de Kalvermarkt, is ook een gat geslagen in het straatbeeld. Straks komen hier winkels en woningen. Als ik de plaatjes zie, ziet het er wel heel erg mooi uit. Dus het wordt vast mooi. Ja, zo af en toe moet je eens even wat veranderen. En ik vind vooral deze as gaat nu wat belangrijker worden. Dat vind ik wel heel goed. Wat bedoel je dat? Stedenbouwkundig. Was dit meer een soort verbindingsweggetje? Dit wordt nu wel een soort Main Street, zeg maar. Dat vind ik wel goed, hoor. De aftrap voor de eerste paal werd vandaag gegeven door wethouder Marjolein de Jong. Maar dat ging niet helemaal goed. Daarom op de ouderwetse manier een knallende start voor de vernieuwde Haagse binnenstad. Hoe gaat het met uw oren? Sorry? Hoe gaat het met uw oren? Ja, dat bedoel ik. Ik heb een paar goede klappen vlakbij gehoord, maar ik herstel snel gelukkig. Ik heb goed.